Frank, iedereen in Nederland, misschien met het lukje rond Alkmaar, houdt er gewoon rekening mee dat Ajax kampioen gaat worden. Hoe is dat? Ja, dat is voor mij niet zo verrassend en ook qua gevoel doet me dat niet zoveel, want ik ben dat gewend om, met die druk om te gaan en met het gevoel zeg maar, dat iedereen Ajax favoriet inschaalt op dit moment. Dus ik vind dat helemaal niet erg, dat hoort bij Ajax en we staan er nu hartstikke goed voor en het is aan ons zeg maar, om dit vol te houden. Het ziet er wel heel zonnig uit voor jullie, hè? Ja, maar we hebben nog 5 wedstrijden en die zal je met dezelfde inspanning die je eigenlijk het hele seizoen hebt geleverd, zal je die ook moeten zo af moeten sluiten om denk ik het gewenste resultaat te krijgen. Iedereen fit? Ja, zo goed als. Bruno Silva is bekend natuurlijk. Nicolai Boylissen gaat hartstikke goed. Die heeft vandaag weer vol meegetraind. Maar is nog niet zeg maar inzetbaar om te spelen. Zal eerst een minuut moeten maken bij Jong Ajax. Miralem Soleimani is natuurlijk bekend. Jasper Cillis heeft dan zijn liesklachten. En Jan Vertonghen was vandaag ziek. Tenminste, hij was wel op de club, maar had darmmaagstoornissen. Dat is dus nog even afwachten. Ja. Wat vind je ervan dat een paar maanden geleden, misschien begin februari, voetbalanalisten en mensen die er heel veel van hadden, zeiden, nou Ajax, dat wordt misschien nog een keer vierde. Hooguit, het gaat allemaal niet goed, het is slecht. En 2 maanden later is die wereld helemaal omgedraaid. Wat vind jij daarvan? Nou ja, in die fase stonden er heel veel punten achter. Dus het is normaal dat je dan op dat moment je conclusies trekt. En als je dan daarover gaat praten als analisten, ja, dan is het misschien wel een logische keuze voor hun om dan te zeggen dat wij uiteindelijk vierde zullen eindigen aan het einde van het seizoen. Maar ja, dat is het mooie van voetbal. Het kan zomaar veranderen. En gelukkig voor ons is dat gebeurd. Gewoon doordat we keihard zijn blijven werken en ook gewoon in onze filosofie zijn we blijven volgen. Dus rolt er nu iets moois uit. Maar het kan over 5 wedstrijden kan het weer helemaal anders zijn. Of over 3 wedstrijden. Dus dat moeten we afwachten. Ja, is er één ding in de ploeg waarvan je denkt van daar viel het kwartje, toen is het echt is er een soort omslagpunt geweest? Nou, ik denk wel. Ik denk dat Manchester United wel een belangrijke wedstrijd was. Maar ook vooral de wedstrijd van PSV. Dat we daar PSV natuurlijk de grote favoriet op dat moment eigenlijk geen schijn van kans hebben gegeven. Niet dat we heel veel kansen hebben gecreëerd, maar zij helemaal niet. En wij eigenlijk 94 minuten hebben gedomineerd. En als je dat tegen PSV kan, dan moet je tegen iedereen natuurlijk kunnen. Voor de Blanc-Witte elftal is het ook heel belangrijk geweest dat Anita nu zeg maar, de vaste verdediger middenvelder is. En dat Jansen weer op zijn plek staat. Waarvan je zegt, nou ja, daar rendeert hij. Nou, uiteindelijk denk ik dat het gewoon wel belangrijk is dat je een bepaalde vaste waardes hebt. En dan bedoel ik meer zeg maar, dat je continu een beetje met hetzelfde elftal kan gaan spelen. Maar ja, dan doe ik ook andere mensen tekort. Want iedereen heeft uiteindelijk zijn steentje bijgedragen waar we nu staan in ieder geval. Dus, en dat heb ik gisteren ook al aangegeven aan de spelers. Dat vind ik het belangrijkste, dat we niet verslappen daarin. Maar ja, beide spelers zitten goed in hun veld. Dat is één ding wat zeker is. De Graafschap zondag. Ja, die hebben gewonnen van Utrecht. Daar hebben wij 2 keer van verloren. Gregor van der Wiel maakte woensdag weer zijn entree. Maakte de eerste minuten. Is het voor jou vanzelfsprekend dat hij zijn oude plek weer gewoon terugkrijgt? Hoe moet hij echt de concurrentie aangaan met Van Rijn? Hij speelt zondag. Hij speelt van. Ja. Okay. Dus hij is gewoon meer de vaste rechtsback. Nou ja, niet de vaste rechtsback. Ik vind alleen, Greg heeft zich zo gemanifesteerd de laatste weken en heeft heel goed getraind. Ook de wedstrijd die je gespeeld hebt bij Heracles goed ingevuld en is daar fysiek goed uitgekomen. En ja, hij heeft daarvoor was hij heel goed in vorm voor zijn blessure. Dus ik heb er geen reden om hem dan helemaal te discussie te stellen. Dus ik vind dat hij als trainer-coach dat hij het verdient om te spelen op dit moment. Heb je nog met Van Rijn daar apart over gesproken? Ja, maar die had ik al een paar weken of een week geleden eigenlijk al daarvoor geïnformeerd dat dit zou kunnen gebeuren. En ook tegen hem gezegd dat het niks met hem te maken heeft. Maar dat hij gewoon net zo scherp moet zijn als de weken daarvoor. En waar hij nu mee bezig is en niet denken, oké, ik kan nu even rustig
teugels laten vieren? Nee, want hij, binnen 5 minuten kan hij erin moeten. Dus, en dat heeft hij volgens mij begrepen. Geldt hetzelfde voor Dirk Boerichter? Dat? Geldt hetzelfde voor Dirk Boerichter? Gaat hij ook spelen? Die gaat ook spelen, ja. Die niet. Frank, je zei vorige week dat je wat moeite had met sommige persoonlijke beslissingen. Speelt zo'n EK-val van de wiel dan ook een rol? Dat Boerichter van de wiel mogelijk naar het EK komt? Nou, ik denk in ieder geval gezien hun staat, en ik denk vooral meer voor Greg, in ieder geval kijk ik daar veel meer naar. Vind ik het wel belangrijk, vooral voor de persoon Greg dan, dat hij minuten krijgt, omdat hij dat ook verdient. Dus hij heeft zich de afgelopen jaar stinkende best voor Ajax gedaan. Uiteindelijk heeft hij het Nederlands elftal bereikt, heeft een WK-finale gespeeld. Dus ik zou het eigenlijk heel onterecht vinden als ik dan hem geen minuten gun. Alleen, dan moet hij wel in goede topconditie zijn en de kwaliteit moet goed zijn. Nou, daar zie ik geen gevaar in ieder geval, want ik vind dat hij hartstikke goed traint. En ook de wedstrijden die hij gespeeld heeft hij goed ingevuld. Dus vandaar. Neemt Van Marwijk daar ook contact met jou over? Heb je daar overleg over? Nee, eigenlijk niet. Alleen ik kreeg een berichtje van Cookie die zegt dan goede wissel, coach. Frank, hij zat hier vorig jaar nog van het begin van dit seizoen nog jong Ajax. Nu vaak in de basis scoren. Verbaast het jou? Nou, kijk, dat is wel een hele goede speler. Dat wisten we natuurlijk al. Alleen. Op dat moment vond ik de selectie te groot. Hij mocht in eerste instantie aansluiten bij mij, maar door een of andere reden ja, kon hij dat niet. En toen heb ik de keuze gemaakt, oké, dan start je ook in jong Ajax. Nou, vandaar, uiteindelijk heeft het lang geduurd dan voor hem. Maar door de omstandigheden is hij er weer bijgekomen, maar mede door de omstandigheden dat hij zo zijn stinkende best altijd heeft gedaan, is de keuze toen op hem gevallen. En ja, die heeft hij met volle... Met beide handen heeft hij aangegrepen. Ja, ik ben heel blij dat hij erbij is. En, het is gewoon een hele goede speler. Maar jullie willen niet meer verder? Nou, wij, of dat is nog helemaal niet zeker. Wij zijn aan het evalueren ook voor volgend jaar. En als hij in ons plaatje past, dan gaan we gewoon met hem door. Tenminste, dan zullen we een aanbieding voor hem doen. Wanneer ga je beslissen? Ik denk dat het binnen... Nou, ja, eigenlijk hoop je dat voor mei te reden, tenminste duidelijkheid te hebben voor beide partijen. Ja, ook met Dimitri. Ja, ook. Ik heb gezegd met Dimitri heb gezegd dat we zeg maar in mei gaan praten. Gaat hij beginnen op de plek waar hij woensdag eindigt? Is dat hij? Dat weet ik nog niet. En had je niet? Nu Vertonghen ook ziek is, hè? Had je niet graag een geel kaartje zien oplopen? Als je ziek had geweest wel, ja. Nee, ja. En de Ibrahim is die iemand niet op scherp. Het blijkt altijd, het is altijd lastig. En wij hebben gezegd natuurlijk dat, en dat geldt nog steeds, dat die 3 wedstrijden 9 punten moeten halen. En dat heb ik liever met Jan. Hij probeerde het nog wel voor mij, laatst even. Nou, dat was niet de bedoeling volgens mij. Dat denk ik wel. Als je goed in je vel steekt, en dat steekt hij op dit moment, dan heb je, en je bent scherp dus, dan heb je geen gele kaart nodig. Dat deed ik tenminste ook wel bij. Wat vind je van Jody de Kok in de laatste wedstrijd? Nou, Jody, je ziet dat Jody nog jong is. Dat hij in sommige momenten te jeugdig is. Maar hij heeft wel natuurlijk zijn dreiging met zijn snelheid en dat is een wapen en die moet hij gewoon heel goed gebruiken. En, het is gewoon een hartstikke goed leerproces voor hem. Is dit voor hem pure winst richting volgend seizoen? Ja. Je gaat met de opstelling waarmee je de graafschap gespeeld, kom je eigenlijk steeds dichter in de buurt bij de opstelling waarmee je dit seizoen begonnen bent. Is het als je terugkijkt naar die wedstrijd, begin van het seizoen, dan ben je helemaal 1-5-1. Was dat het voetbal wat je eigenlijk toen, was je tevreden over het voetbal? Ja, wel tevreden, nog niet helemaal zeg maar, hoe we met de druk zitten, denk ik.
Ik denk dat we dat de laatste tijd veel beter doen, waardoor we eigenlijk continu domineren. Maar er zat wel meer frisheid in, vond ik, in die beginwedstrijden. We maken er ook 16 doelpunten rond mij in de eerste 4 wedstrijden bijna. Ja, dat was in ieder geval wel. Alleen druk zetten vond ik dat dat beter kon. Nee, maar iedereen mag zijn mening hebben. Ik reageer daar ook niet op. We weten wat we doen en we geloven wat we doen. En als hij van de zijkant kan concluderen wat er gaat gebeuren, dan moet hij dat doen. Zoals ik dat ook met de situatie hier bij de club heb gedaan, ik focus me maar op één ding en niet op randzaken. Ja, maar ik hoef dat helemaal niet me gelijk te hebben. Wij geloven in hoe wij het hebben gedaan en hoe wij trainen hier bij Ajax. En voor de rest interesseert me het niet zoveel. Je krijgt een nieuwe managerstaf van dit voor. Ja, we zijn nog steeds heel druk bij. Dat zijn die randzaken, zeg maar, die ook nog af en toe achter de schermen spelen. Wordt het al bijna leeg? Nou, nog niet. Laatste vraag misschien nog over de wedstrijd van zondag. Zo niet. Misschien wel even een ander dingetje nog. Burgemeester van der Laan, Ajax-supporter ook zo bekend. Ik heb toch nog wel de hoop dat jullie de komende wedstrijd misschien nog wel een puntje laten liggen hebben. Want die vreest voor het scenario dat jullie uit de Twente kampioen worden. Kun je hem daar tegemoet komen? Nou, dat interesseert me dus helemaal niks. Hoe sneller we kampioen kunnen worden, hoe beter natuurlijk. En als het zo zou zijn, ja, dan is het dan jammer. Ik zou ervoor tekenen in ieder geval. Maar, ik denk dat het goed voor Amsterdam is. Maar, ik focus op de komende 2 wedstrijden. En ik hoop daar gewoon 6 punten uit te halen. Dat is ons doel. En dan zien we wel verder hoe het scenario zich af gaat spelen. Dankjewel. Ja, tot zondag. Bedankt.